In een paar jaar tijd is de cyclocross van name uitgegroeid tot een klassieker in de veldritwereld. De wedstrijd geldt voor de UCI Wereldbeker en maakt ook deel uit van de Soudal Classics. Geen Sven Nys in name, hij last voor onbepaalde tijd een competitiestop in. Zoekt u ook niet naar Mathieu van der Poel of Wout van Aert, zij reden hun wedstrijd bij de belofte. Het is dus uitkijken naar nieuwe namen. Zo maken we aangenaam kennis met Sascha Weber en Marcel Wildhaber. Zij kleuren de eerste twee ronden van de wedstrijd. Iets voor halfweg cross krijgen we een eerste poging om het kaf van het koren te scheiden. Tom Meeuwse rijdt op een technische passage naar de kop en probeert de groep uit te dunnen. Het is ploegmaat Corné van Kessel die als tweede gepositioneerd zit en dus laat hij een gaatje vallen. Op 6 ronden van het einde heeft Meeuwse 10 seconden voorsprong op de achtervolgers. Lars van der Haar ziet het gevaar en maakt de sprong richting Meeuwse. Even later komt ook Kevin Powels aansluiten bij het leidersduo. Dankzij een slim schijnmanoeuvre van Tom Meeuwse aan de materiaalpost pakt hij enkele seconden op de rest. Lars van der Haar laat zijn tanden zien en springt terug naar het wiel van Meeuwse. Maar van der Haar acht nu zijn moment rijp om zelf het initiatief te nemen. Hij trekt hard door en pakt de koppositie. En dan zijn we plotseling Tom Meeuwse kwijt. Op een halve ronde tijd is hij om onbekende redenen weggezakt naar de vijfde plaats. Het zijn nu Kevin Powels en Corné van Kessel die de achtervolging leiden op Lars van der Haar. Helaas voor Van Kessel valt hij even verder letterlijk weg. Hij maakt een schuiver en verliest bijzonder veel tijd. Powels moet nu alleen op zoek naar Van der Haar. En Powels slaagt ook in zijn opzet. Op twee ronden van het einde moet Lars van der Haar dan toch het gezelschap van Powels dulden. Met z'n tweeën gaan ze nu strijden voor de overwinning. De twee zijn aan elkaar gewaagd en maken er een mooi schouwspel van op en rond de Citadel van Namen. Het duurt tot diep in de laatste ronde vooraleer Kevin Powels een sprong maakt. Van der Haar probeert nog aan te klampen, maar Kevin Powels is duidelijk de betere van de Nederlander. In geen tijd rijdt hij een geruststellende voorsprong bijeen, zodat hij uitgebreid de tijd kan nemen om te genieten van deze mooie overwinning. Lars van der Haar eindigt na een knappe wedstrijd als tweede. Philippe Walslebe maakt het podium volledig.